Landen grijpen meer en meer naar industrieel beleid om zich te wapenen tegen concurrenten en economische schokken. Het is geen taboe meer om overheidssteun te geven aan sectoren die strategisch belangrijk zijn voor de nationale veiligheid, de bevoorradingszekerheid en de klimaattransitie. Europese bedrijven hebben het moeilijk om te concurreren. Dat komt door de hogere energieprijzen en door het klimaatbeleid van de EU, dat wel nodig is, maar ook zwaar weegt. Bovendien hinkt Europa achterop als het gaat om innovatie in een aantal strategische domeinen, zoals artificiële intelligentie. Vandaar dat de EU nu haar industrieel beleid uitrolt. Met de Europese Chipwet en het Green Deal Industrial Plan wil Europa een grote rol spelen in de productie van microchips, in groene technologieën en in kritieke grondstoffen zoals lithium en kobalt. Industrieel beleid kan marktfalen helpen opvangen wanneer bedrijven op eigen houtje te weinig investeren in technologieën die de hele sector en economie vooruit helpen. Zo heeft het Amerikaanse industrieel beleid in de praktijk al een serieuze boost gegeven aan de bouw van nieuwe fabrieken voor bijvoorbeeld microchips en batterijen. Maar zo'n beleid is geen wonderoplossing. Subsidies slorpen overheidsmiddelen op, zeker wanneer er internationaal opbod ontstaat. De kosten daarvan zijn voor de belastingbetaler, zonder dat die subsidies een garantie zijn op veel toegevoegde waarde. Ook zou een langdurige versoepeling van de regels voor staatssteun de Europese eenheidsmarkt ondermijnen. En protectionistische maatregelen kunnen vergeldingsacties uitlokken. Dat zou uiteindelijk leiden tot minder internationale samenwerking voor wereldwijde uitdagingen zoals de klimaattransitie.